Hoi, welkom. In de vorige video heb jij dit model gezien, waarin je aan de hand van een ervaring, een negatieve ervaring dus, hebt geleerd dat het brein, je onderbewustzijn, een conclusie trekt. Nou, wanneer het een negatieve ervaring is geweest, dan zie je dat dat natuurlijk een negatieve conclusie is. Op het moment dat daar een identificatie mee is, wanneer je dus denkt dat jij dat bent, dan zie je dat door die identificatie met de conclusie een negatieve overtuiging ontstaan is. Op het moment dat die identificatie daar is, zie je ook vaak dat er een negatieve emotie onderhangt. En het is die negatieve emotie die hem vastzet in de waarneming. Nou, in de komende video's gaan we ontdekken hoe we dat kunnen veranderen. Voordat we naar die video's gaan kijken, dus de identificatie met de conclusie creëert dus een negatieve overtuiging. Natuurlijk ook voor positieve ervaringen geldt dat je positieve overtuigingen krijgt. Nou, heb je meer positieve overtuigingen over jezelf dan negatieve, dan heb je een sterk, krachtig zelfbeeld en ben je in staat om in je kracht te blijven in situaties. Heb je meer negatieve conclusies over jezelf en identificaties daarmee, dan zie je vaak dat we spreken van een negatief zelfbeeld of een zwak zelfbeeld, waardoor je dus vaak uit je kracht schiet, vaak in de emotionele stress schiet en vaak je zelfvertrouwen kwijt bent. Door middel van de komende video's gaan we het proces volledig naar het positieve draaien. Dat betekent dat jij je zelfbeeld gaat upgraden, dat je een krachtig en sterk zelfbeeld krijgt, ongeacht in welke situatie je nu bevindt. Dus let goed op, een negatieve overtuiging is altijd een variatie met, en ik ga het hier schrijven, ik ben, ik noem het X. Ik ben X. Dat betekent dat wanneer jij in je zelfbeeld zo'n rood vlakje, wat ik in de vorige video's heb laten zien, voelt of ontdekt of merkt dat je soms in de stress schiet of verwond geraakt wordt, dat op dat moment dat gevoel weer omhoog komt en jij daar die negatieve overtuiging voelt. Ik ben X. En dat gevoel geloof je op dat moment ook echt. En je ervaart dat. Je hebt de omstandigheid gecreëerd, los van of hij er echt is of niet echt is. Want meestal zien we dat we die aanname van ik ben projecteren op een persoon of op een situatie of een omstandigheid. Dat we zeggen, ik zit nu in de omstandigheid die onprettig is. Dus ik ben X kun je bijvoorbeeld invullen met ik ben niet goed genoeg. Of ik ben niet veel waard. Ik ben minder dan anderen. Ik ben liefdeloos. Ik ben minderwaardig. Ik ben, vul het in. Je kunt het bij jezelf gaan ontdekken. In de komende video's gaan we krachtige oefeningen doen, zodat we enerzijds de negatieve conclusies uit het zelfbeeld halen, gaan belichten en vervolgens compleet gaan veranderen. Waardoor als je in de komende video's die oefeningen doet, jij in elke situatie in je kracht blijft staan. Omdat ongeacht omstandigheden en situaties ze niet meer de oude negatieve conclusies kunnen triggeren. Waardoor je in elke situatie je zelfvertrouwen beschermt en bewaart.